Ja, als meerdere mensen in het gezin autisme hebben, hoe pak je dan de behandeling aan? Dat is het thema vanavond van Autisme TV. Welkom. En daar gaan we over praten met gast aan tafel, Shalini Sugitram, kinder- en jeugdpsychiater bij Dr. Leo Kammerhuis. Welkom. Wat doe je precies? Zoals je al zegt, ik ben kinder- en jeugdpsychiater verbonden aan het behandelcentrum Kinderen van het Dr. Leo Kammerhuis. Daar ben ik tevens ook beleidspsychiater. Dat wil zeggen dat ik samen met de medewerkers van het behandelcentrum Kinderen vormgeef aan de inhoud van onze behandelingen, onze diagnostiek en het werk wat wij daar doen. En welke leeftijdsgroep is dat? Dat is de leeftijdsgroep van 2,5 tot 12, 13 jaar. Ik wil even een actuele vraag stellen. Het kwam deze week voorbij. De consultatiebureaus in Nederland die gaan voortaan screenen op autisme. Baby's screenen op autisme. Is dat een goede zaak? Een hele goede zaak, denk ik. Waarom? Omdat hoe eerder je in de leeftijd of in de ontwikkeling kenmerken van autisme ziet en daar iets aan doet, des te beter dat voor de toekomst is. Dus ik juich het toe. Hoe vroeger, hoe beter. Ja. Maar even die screening van baby's, hoe gaat dat? Ik bedoel, baby's kunnen niet praten, dus hoe pakken we die signalen op? Ja, hoe doe je dat? Nou, wat de consultatiebureauartsen krijgen is vragenlijsten die in de Van Wiegen-schema zijn toegevoegd. En die vragen die zijn vooral gericht op, reageert het kind als je bijvoorbeeld de kamer inloopt? Reageert het op de ouder? Gaat het lachen als je boven het wiegje hangt? Nou, zo zijn er een paar van dit soort kenmerken die wel of niet voor autisme pleiten of tegen autisme pleiten, die in die vragenlijsten opgenomen zijn. Ja. Oké. Ik ga even wat vertellen over de uitzending van vanavond, want die hebben we opgedeeld in drie delen. In het eerste deel gaan we het hebben over een casus, de casus van Rosa. In deel 2 gaan we het hebben over de kijkersreacties en in deel 3 gaan we het hebben uiteindelijk over het advies dat jullie of jij hebt uitgebracht. We gaan elkaar tutoyeren, hebben we afgesproken. Dat is wel goed. Nog even over die kijkersreacties, want we hebben de casus van Rosa al eerder online gezet en u gevraagd om te reageren. Nou, dat is gebeurd. Er zijn hele mooie en goede reacties binnengekomen. En die hebben we ook verwerkt in ons programma. Dus daar gaan we het straks ook over hebben. Maar u kunt ook tijdens de uitzending reageren. En dat kan via onze chatbox. Nou, we hebben een nieuwe, dus ik licht hem even toe. Aan de rechterkant van het scherm ziet u een rood balkje. Als u daarop klikt, dan schuift de chatbox in beeld. En dan kunt u onderin een reactie typen of een vraag stellen. En die komt bij ons binnen. We hebben een redactie hier aan het werk. En die schuift die opmerkingen bij ons aan tafel onder de aandacht. En drukt u weer opnieuw op dat rode vlakje, dan schuift de chatbox weer weg. En dat kan voor sommige mensen ook weer fijner zijn, omdat het ook weer allemaal prikkels zijn. Dan stel ik voor dat we nu overgaan naar deel 1. De casus van Rosa, daar gaan we het over hebben, want daar is ook het thema aan opgehangen. Het gaat om een meisje van 11 jaar met ADHD en Asperger. Hè? Daar hebben we een animatie van gemaakt en daar gaan we eerst even naar kijken. Dit is Rosa, ze is 11 jaar en ze heeft de diagnose Asperger en ADHD. Ze gaat niet meer naar school, omdat ze veel ruzie had met andere kinderen. Ze is snel boos en ook thuis is er veel strijd. Rosa gebruikt ook medicatie. Ze wordt aangemeld bij Dr. Leo Kammerhuis met de vraag welke behandeling passend is voor Rosa. Tijdens de intake blijkt dat Rosa uit een complex gezin komt. De moeder van Rosa heeft ook autisme en is huisvrouw. Haar vader werkt in de ICT en is veel van huis. Het gezin telt 4 kinderen. Het jongere broertje van Rosa heeft ook autisme. Hij is 8 jaar. En dan heeft ze nog een oudere broer van 13. Bij hem wordt ook autisme vermoed. Haar oudere zus van 16 heeft geen diagnose. Ja, de casus van Rosa dus. Maar even een vraag vooraf. Hoe vaak komt het nou voor dat jullie een cliënt zien die deel uitmaakt van een gezin waarin eigenlijk meerdere mensen autisme hebben? Nou, als je kijkt naar het behandelcentrum kinderen van het Leo Kammerhuis, is dat toch de overgrote deel. Als je kijkt, zo 7 van de 10 gezinnen, daar heeft wel 1 of meer van de gezinsleden autisme. Dat wil zeggen dus het aangemelde kind met daarnaast nog een ouder of een broer of een zus die autisme heeft. En wordt dan ook altijd standaard het gezin daarbij betrokken? Jazeker. Dat is eigenlijk een van de dingen waaruit we werken. Is dat het kind, zoals we die zien en die behandelen, niet kan zonder het systeem waar het thuis hoort. Dus daar horen ouders bij, maar bijvoorbeeld ook school. School is onderdeel van het systeem. En die betrekken we dan ook in de behandeling. Met goedkeuren natuurlijk van ouders. Ja. Nou,
we gaan eens even wat meer focussen op Rosa, de casus van Rosa. Want ze is bij jullie aangemeld. Dat is gebeurd via een huisarts, een behandelaar die via de huisarts bij jullie terecht is gekomen. En wat was nou precies de behandelvraag? Wat is er aan jullie gevraagd? Rosa die is in behandeling geweest bij een andere GGZ-instelling. Was intensieve thuisbegeleiding. Rosa zat daar op de deeltijdbehandeling waar meerdere kinderen met autisme, maar ook met andere psychiatrische problematiek behandeld werden. En ze kreeg medicatie. Al deze aspecten hebben onvoldoende tot resultaat gehad dat Rosa weer in ontwikkeling kwam. En het gezin begon steeds meer te stagneren. Vandaar dus dat de GGZ-behandelaar via de huisarts gevraagd heeft van kan het Leo Kannerhuis in dit complexe gezin, waar achteraf dus ook blijkt dat moeder ook autisme heeft, aangemeld werd. Maar noem eens wat problemen die Rosa tegenkwam. Nou, het begon eigenlijk ergens na de zomervakantie was er een ernstig incident geweest met haar oudere broer in de thuissituatie, waar het behoorlijk uit de hand gelopen is. Ook dat is de reden geweest om aan te melden bij de vorige GGZ-instelling. En daarna begon Rosa op school in langzamerhand eigenlijk steeds meer agressie te laten zien. Ook richting andere kinderen, ook richting de leerkracht. En ook in de thuissituatie zag je agressie richting het broertje of richting de broer. Maar ook richting ouders. En dat was eigenlijk wat de reden was voor de eerste aanmelding en wat geleid heeft tot aanmelding bij ons. Ja. En hoe gaan jullie dan te werk? Ik bedoel, zo'n aanmelding komt binnen. Jullie zien ook in de intake dat het om een complex gezin gaat, hè? Meerdere mensen met autisme. Ja. Hoe pak je dat dan aan? Nou ja, wat we in het begin doen is natuurlijk eerst een intake starten, waar we de ouders en het kind samen spreken in eerste instantie. In die intake vervolgens ook het gesprek scheiden, dat wil zeggen een apart gesprek voor ouders en een gesprek voor het kind, zodat ze allebei hun verhaal kunnen doen. Ook daar waar ze goed in zijn en waar de problemen liggen of waar het goed gaat in het gezin. Vervolgens nemen we die informatie mee naar ons multidisciplinaire team, waar meerdere behandelaren zitten, die we vragen mee te denken welk behandelaanbod we aan dit gezin kunnen aanbieden. Nou, samen komen we tot een plan. En met dat plan gaan we het adviesgesprek in met ouders. En kijken we samen met ouders of zij, of wij aan die verwachtingen van die ouders eigenlijk met het plan die we hebben kunnen voldoen. Nou, dat hebben we bij Rosa ook gedaan. En bij Rosa hebben we op basis van de informatie die ouders ons gaven en Rosa ons gaf en die we van de behandelaar hadden gezegd van goh, misschien is het dan om te starten met een deeltijdbehandeling waar ze 2 dagen in de week zal komen. Om te kijken of we daar iets aan de emotieregulatie konden doen in de sociale interactie. Dus eigenlijk haal je Rosa dan even weg uit dat gezinssysteem. En kun je er ook in die deeltijdbehandeling tegelijkertijd observeren. En kijken, absoluut. En kijken wat voor meisje is dat nou eigenlijk. Ja, precies. En wat viel jullie dan op? Nou, wat ons dus opviel is dat Rosa heel snel toch in staat was om de vaardigheden die we haar aanleerden of trainden, om dat op te pakken. En wat we zagen is dat ze heel mooi aansloot, weliswaar bij andere kinderen met autisme binnen onze deeltijdbehandeling, heel mooi afstemde, ook met de volwassenen, wat we eigenlijk wel heel bijzonder vonden voor een meisje met autisme. Eigenlijk geen kenmerken van autisme. Dat zijn niet direct de kenmerken van autisme als je heel mooi kan afstemmen op de ander. We weten dat vrouwen en meisjes met autisme lastiger te diagnosticeren zijn. Juist omdat die sociale aspecten net wat sterker zijn bij vrouwen met autisme. Dus het kan ook een valkuil zijn. Ja. En dan? Ik bedoel, ze heeft deeltijdbehandeling gehad. Jullie hebben met die ouders gesproken. Ja. Wat kwam daar voor beeld uit? Nou, wat we dus ook hoorden in het eerste gesprek al, is dat moeder vooral de opvoeding op haar nam. Want vader is veel weg van huis. Die zit in de ICT en moest veel reizen, ook naar het buitenland. Wat maakte dat moeder alle zorg voor de kinderen had. En ook aangaf, ja, het wordt haar ook te veel. En dus door Rosa weliswaar een paar dagen in de week behandeling te bieden, was het probleem thuis nog niet opgelost. En dat was ook een van de redenen dat we wat meer in die thuissituatie gingen kijken. Zo van, wat kunnen we daar dan nog doen om moeder te ondersteunen? En ik begreep dat jullie op een gegeven moment, maar dat is misschien ook wel hetzelfde hoor, gezinsdiagnostisch onderzoek doen, hè? Ja, dat klopt. Wat houdt dat dan in? Nou, naar aanleiding van dus de discrepantie die we zagen bij Rosa op de afdeling en de problemen die zich thuis bleven voordoen, ondanks dat Rosa zich ontwikkelde bij ons,
dachten we van, goh, wat speelt daar nou? Wat gebeurt daar in die thuissituatie met dat gezin, met ouders, met andere broers en zussen en moeder? Dat we zeiden van, goh, het zou verstandig zijn om te kijken, middels systeemdiagnostisch onderzoek in dit geval, wat zijn de patronen in het gezin die erin sluipen? In de loop der jaren, met helemaal in een gezin waar meerdere mensen autisme hebben, waar je op een gegeven moment dingen gaat doen of dingen juist niet meer gaat doen, wat ook weer gevolgen heeft. In het geval van Rosa hebben we dus dat onderzoek ingezet. En omdat er meerdere kinderen in het gezin betrokken waren, hebben we gezegd, nou, we doen wat gesprekken met de ouders. Om een beeld te krijgen van het gezin waar ouders zelf uitkomen, wat voor patronen er daar waren. En het beeld wat ouders zelf van hun gezin hebben of zouden willen hebben. En vervolgens zijn we met het gezin in de gymzaal met de psychomotorotherapeut en systeemtherapeut diagnostiek gaan doen om te kijken van, goh, hoe doen ze het samen met elkaar? Dus de gymzaal hoor ik je zeggen. Psychomotorotherapie, dat is dus een specifiek soort therapie. Ja. En wat is de kern daarvan? Wat is de essentie? Is dat je niet met elkaar in gesprek bent om te praten over hetgeen je eventueel doet of zou doen, maar het gewoon met elkaar te doen. Dus je krijgt dan opdrachten die als systeem, dus als gezin met elkaar, moet gaan uitvoeren. En door het te doen met elkaar zie je heel snel wat voor patronen er zijn, wie welke rol heeft in het gezin. Noem eens een opdracht. Nou, een opdracht is bijvoorbeeld liggen kleden of matten. En ze krijgen de opdracht dat ze daar naartoe moeten, en dat is een eiland, en dat ze op een paar materialen mee mogen nemen. En hoe komen ze daar? En ze moeten er allemaal naartoe. Nou, dat kan zo'n opdracht zijn. Ja. En dan gaat het erom, hoe pak je dat dan als compleet gezin aan? Wie neemt de leiding? Wie organiseert, plant? Dat soort zaken? Exact, ja. Okay. Ja. En wat bleek daaruit? Nou, het mooie wat we daar zagen zijn eigenlijk meerdere aspecten. Is moeder vanuit haar autisme heeft een bepaalde manier van denken en een bepaalde manier van reageren of de structuur die ze in haar hoofd heeft. En die wou ze heel graag volgen. Vader die niet heel veel thuis is, maar als hij thuis is, toch een beetje een speelkameraad is van de kinderen. En dat ook zo wilde hanteren, dat zag je terug. Het moest vooral gezellig blijven bij vader. Ja, precies, het moest vooral gezellig blijven. Ja. En het bijzondere was, als we het even over Rosa hebben, is dat Rosa een soort beschermende rol richting moeder toonde. En een verbindende rol tussen andere gezinsleden om tot die opdracht te komen. Nou, dat is ook heel opvallend voor iemand met autisme, dat hij die rol pakt. Die trok zich eigenlijk het lot van moeder aan. Ja. Ja. En dan krijgen jullie dat beeld. Dat wordt steeds duidelijker. Ja. En dan? Nou, dan gaan we deze beelden met ouders ook nabespreken en aangeven, goh, dit zijn de interactiepatronen die we zien. En daar moet wel aan gewerkt gaan worden. Willen we dat dat gezin in ontwikkeling blijft of in ontwikkeling komt. Ja. Maar dat betekent dat eigenlijk alle spelers in zo'n gezin daar dan ook aan deel moeten nemen. Klinkt wat zwaar, maar dat je het gezin als geheel probeert een andere kant op te krijgen of een betere kant op te krijgen. Ja, nou in het geval van Rosa was het natuurlijk zo dat we begonnen te twijfelen aan de diagnose, maar het niet zomaar kunnen verwerpen. Ook omdat, wat ik al zei eigenlijk, autisme bij vrouwen veel lastiger te diagnosticeren is. Dus daar moest aandacht naartoe. En we hebben gekeken, hoe krijgen we ouders zodanig in beweging dat ze samen de rol als ouder kunnen pakken. De opvoedrol, ja, zeg maar. En dan is de vraag, nou, af en toe neem je dan gezinsleden mee in die behandeling. Ja. 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 Ik denk dat wij nu wel een aardig compleet beeld hebben, hè, van Rosa. Dat was de bedoeling althans van deel 1 in dit programma. Want we willen ook aandacht besteden aan de reacties die binnenkwamen van kijkers. En dat zijn er ook nogal wat. Ik wil overigens de kijkers er nog even op wijzen dat u kunt chatten. Dus u kunt reacties kwijt. Of misschien een opmerking of een ervaring. Doe dat via het chatvenster. Dat komt bij ons binnen en dat kunnen we hier dan ook aan tafel bespreken. Stel ik voor dat we nu naar deel 2 gaan van de uitzending. Ja, er is zoals gezegd veel gereageerd op de website al. Een week geleden hebben we de casus al geplaatst en daar is al op gereageerd. Dus een aantal van die reacties wil ik
graag eigenlijk op tafel leggen. Zo is er gezegd, maar een ouder met autisme kan ook voordelig zijn, toch, in een gezin? Jazeker. Welk voordeel kan dat hebben? Nou, als je bekijkt dat iemand met autisme, die heeft, is structuurbehoeftig, die haalt daar houvast uit. Dus als je als ouder die structuur ook aan je kind kan bieden, aangepast natuurlijk aan wat het kind nodig heeft, dan, nou, dat is een voordeel als je dat makkelijk kan, omdat je dat zelf ook hebt. Wat we ook zien is dat een ouder met autisme emotioneutraal, zoals we dat heel mooi noemen, kan reageren naar een kind die neigt tot exploderen of in een explosie zit. Dat op het moment dat je neutraal reageert, dat kind daar niet overspoeld door raakt. Want wat we weten bij autisme is dat kinderen, maar iedereen met autisme, emoties heel lastig vindt en niet goed weet hoe daarop te reageren. Dus op het moment dat jij zelf ook met heel veel emotie reageert, zal het kind nog verder emotioneel reageren. Terwijl als je neutraal reageert, wat zo'n vader of moeder met autisme kan, dan dempt dat de lading. Ja. Ik sluit even aan bij een andere reactie die we binnenkregen. Het is een wat langer verhaal, maar ik lees hem toch voor omdat ik hem wel bijzonder vind. Ja. Iemand schrijft, mijn beide ouders, broer en zus en ook alle verwante 8 ooms, dat is nogal wat, hebben autisme. Hoofdprobleem daarbij voor mij is dat mijn eigen autisme ervaren wordt als de normale situatie. En de wereld buiten ons als anders en afwijkend. Geeft een vervreemd gevoel over gedragingen binnen de samenleving. Ik snap dat natuurlijk, naarmate je meer naar buiten komt, voelt dat anders. Maar ja, dit kan dus ook. Hè? En dan, mijn vraag is even, ja, wat is hier nu, is het een probleem om te beginnen? Mag je dit gelijk als een probleem bestempelen of niet? Nee. Daar ben ik echt heel, heel duidelijk in. Iets wordt pas een probleem als je stagnatie krijgt. En als ik het zo hoor, wat je zo voorleest, hoor ik eigenlijk van dat ze wel een modus gevonden hebben met elkaar om zich staande te houden in de maatschappij van de neurotypicals, hè, de mensen zonder autisme. Ja. En ze kunnen hun ding blijven doen. Ze gaan kennelijk naar school en werk en al dat soort dingen. Dus een probleem ontstaat pas als je stagnatie is, als het misgaat ergens op school of op je werk of in je relatie. En dat hoor ik eigenlijk niet. Nee. Deze mensen zeggen. Dus dit is ook maar kort opgeschreven. Er gaat ongetwijfeld een lang verhaal achter schuil. Maar ik vond hem wel typerend. Ja, maar het is heel goed, denk ik, om aan te geven dat niet iedereen met autisme per se een probleem hoeft te hebben. Nee. Ja. Er wordt ook gevraagd, heeft Rosa eigenlijk wel autisme? Het werd nu al net door je aangestipt. Heeft Rosa eigenlijk wel autisme? Of kan het zijn dat ze het gedrag van de moeder heeft gekopieerd? Nou ja, dat is de vraag die wij ons ook gesteld hebben. Toen wij op de afdeling zagen dat ze best wel wat kwaliteiten liet zien. We het in het systeemonderzoek nog meer kwaliteiten zagen. Dat we dachten, hé, hoe zit dat nou? Het kan natuurlijk heel goed zijn dat moeder natuurlijk vanuit haar autisme bepaalde sociale interacties op een andere manier doet dan een gemiddelde andere moeder zonder autisme. Met als gevolg dat natuurlijk een kind die daar opgroeit en als zij geen andere omgevingspersonen hebben met hechtingsfiguren, noem ik ze maar even, dan loop je dus kans dat ze gedrag over gaat nemen. Want dat doen kinderen. Dus, kijk maar naar jezelf, naar je eigen kinderen. Die spiegelen gedrag. Ja. Dus dat zou heel goed kunnen dat dat bij Rosa ook het geval was. Dat ze het gedrag van moeder spiegelt en daardoor autismeachtige kenmerken heeft laten zien. Ja, maar dat is niet per definitie zo, hè? Nee. Het is niet per se zo dat elk kind dat doet. Want als je voldoende hechtingsfiguren om je heen hebt, bijvoorbeeld de vader die ook in die opvoeding een belangrijke rol speelt, of een oudere broer of zus, die geen autisme heeft en daarin de sociale interactie goed op gang kan brengen. Of een oom of een oma. Je ziet vaak oma's in de omgeving, hè, die toch een moederrol vervullen. En die kunnen echt ook zo'n hechtingsrol hebben. Die kunnen zo'n hechtingsrol hebben, ja. Ja. Ik redeneer even andersom. Hè? Stel, moeder heeft absoluut niet het talent om te organiseren, te plannen. Chaotisch gezinsleven zie ik dan voor me. Ja. Wat doet dat bij een kind die van zichzelf ook daar niet sterk in is? Ja, een lastige vraag. Wordt het dan vraag, echt een chaos in het hoofd van iemand met autisme of? Ik denk dat het wel lastiger is voor zo'n kind als daar de structuur onvoldoende aangeboden wordt. En het is een chaos in huis of een chaos in de organisatie van het gezin, zeg maar.
En het kind is daar onderdeel van en heeft ook autisme. En kan je voorstellen dat het niet goed weet wanneer iets van hem wel of niet verwacht wordt. Hmm. Dus dan hoor je wel vaker wat kinderen zeggen, ik heb zo'n vol hoofd. Hmm. En dat kan zijn door een chaos in een klas. Als ze naar een hele grote klas gaan met op een reguliere school, waar onvoldoende aandacht is voor de specifieke elementen die een kind nodig heeft. En het komt thuis, dan zeggen heel veel van dit soort kinderen, ik zit zo vol in mijn hoofd. En die exploreren dan. Die kunnen het dan niet reguleren, zeg maar. Ja, ja. Ja. Ik kijk nog even op mijn blaadje, want er is meer binnengekomen. Nou, ja, heeft ze beschermende factoren, zoals een oma of iemand anders aan wie ze zich kan hechten? Nou, dat is precies net beantwoord. Ja, en hoe zit het dan met vader en dochter, wordt hier gevraagd. Want die hebben dan geen autisme. Maar die hebben ook aandacht nodig, want zij moeten ook weer met dit soort situaties omgaan. Is daar ook aandacht voor bij jullie? Daar is zeker aandacht voor. Dat is ook een van de dingen waarom we het systeem ook zo hard nodig hebben. En naar het gezin kijken, ook bij start. Mm-hmm. Welke kinderen zitten in het systeem, wie heeft wat. En we proberen dan ook om te kijken van, is daar iets wat ze extra nodig hebben. We hebben ook thuisbegeleiding die in het gezin komt. Bij Rosa hebben we dat niet hoeven doen, maar in andere gevallen is dat wel zo, waarin het hele systeem dan meegenomen wordt. Dus ook ouders of broer of zus die geen autisme heeft. Hm. Om te kijken van, hoe is het voor jou om met een broertje of zusje samen te zijn? Ja. En daar is dan eventueel ook psycho-educatie voor. En als het nodig is, kunnen we extra begeleiding inzetten bij andere instellingen weliswaar, die daar programma's voor hebben. Hm. Ja. Even kijken, veel thuis zijn wordt opgemerkt, vergroot de kans op conflicten. Dat is ook weer niet goed. Dus het versterkt elkaar allemaal. Niet naar school gaan, veel thuis zijn. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook niet de ideale dat situatie. Dat klopt, dat is geen ideale situatie. En dat er zitten veel van die kinderen thuis, hè, begrijp ik. We hebben toch wel een aantal kinderen die vast komen te zitten, echt stagneren op school. En ja, dan zegt school van, ja, wij kunnen dit niet hanteren. Hm. Dus komen die kinderen thuis te zitten. En wat je dan ziet, is dat juist dan die patronen inslijten van, toegeven of voorkomen dat er escalaties ontstaan. En het kan van kwaad naar erger gaan. En als zo'n kind een hele dag thuis zit, dan zie je ook wel dat ze zich vooral gaan richten op bijvoorbeeld de computer, hè, waar onze kinderen met autisme vooral ook hun belangstellingssfeer ligt. Dat ze daar veel mee bezig gaan. En dat is ook weer niet wat we willen. Dus zo krijg je allerlei nieuwe dingen die je eigenlijk uit zou willen bannen. Ja. Maar goed, ja. Ja. Kan medicatie ook een verkeerde invloed hebben? In dit geval, Rosa gebruikt medicatie, begrepen? Ja, Rosa gebruikt medicatie. We weten natuurlijk dat medicatie bijwerkingen heeft of kan hebben. Verschilt per persoon wat je dan voor bijwerkingen krijgt. Bij Rosa hebben we in ieder geval gehad dat de medicatie voor de ADHD, dat werkte heel goed. Wat eerder al gestart was. Ze had ook medicatie voor haar emotieregulatie. Toen we zagen dat het autisme toch niet zo op de voorgrond stond en veel meer gedragscomponenten daaronder lagen, of daar op de voorgrond stonden, was ook de gedachte om te zeggen van, volgens mij moeten we die emotieregulatiemedicatie, prikkels vermijdende of prikkels reducerende medicatie, moeten we die maar gaan afbouwen en gaan stoppen, want waarschijnlijk dient het geen doel. En dat hebben we gedaan. En hoe pakte dat uit? Dat pakte eigenlijk heel goed uit, want het maakte geen verschil of ze nou wel of niet de medicatie gebruikten. Want het trof geen doel, dus dat was heel prettig en dat vonden ouders ook. Ja, er zijn toch nog wel regelmatig wat voordelen ook of medicatiegebruik. Merk je daar wat van? Ja, dat vind ik soms wel heel erg jammer dat die vooroordelen er zijn, want ik schrijf ook medicatie voor. Dat doe ik niet zomaar bij iedereen, maar wat ik belangrijk vind is op het moment dat we zien dat een kind echt heel erg last heeft van dat volle hoofd of van al die prikkels, dan kun je je voorstellen dat op het moment dat je het kind iets wil leren met een vol hoofd, komt hij niet tot leren. En met leren bedoel ik training op de afdeling of andere behandelvormen. Dus kan je wel heel veel behandeling in gaan zetten, maar als het vol blijft, dan komt er niks binnen. Dus medicatie kan daar een hele belangrijke rol in vervullen. Je rust in het hoofd, waardoor je ontvankelijker wordt. Precies, die krijg je weer ruimte in dat brein, zeg ik dan altijd, om te leren, om weer ontvankelijk te worden voor therapie of behandeling of wat dan ook. Dus ja.
Even kijken, Rosa wordt aangemeld. Kan het zijn dat er uiteindelijk toch een compleet gezinsplan wordt opgesteld? Eigenlijk is dit de lijn van het gesprek. Hè? Ja. Dat is de lijn waarop die jullie volgen uiteindelijk. Waar wij vooral uit werken is vanuit dat één kind, één plan systeem. Dat wil zeggen, wat wij in de behandeling doen, proberen we door te vertalen in de thuissituatie, naar de schoolse situatie. Dus ook naar het gezin, maar ook naar de rest van het systeem, het netwerk. Ja. 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 Ik kijk ondertussen ook even op de chat, want er komen een aantal vragen binnen. En ik lees even voor wat hier staat. Een ouder met ASS kan ook overprikkeld geraken door de explosieve gedrag van een kind. Ja. En als de oorzaak dan van buiten komt, wordt het heel erg moeilijk voor die ouder die explosie van het kind niet zag aankomen. Ja, dat klopt. Ik denk dat het heel terecht is om dat op te merken. Dat ze elkaar versterken in eigenlijk die prikkels. Ja. En vandaar dus dat het ook goed is om naar het gehele gezin te kijken. En te kijken ook wat je voor de ouder met autisme kan betekenen. Zodat hij ook, ook hulp krijgt. Ja. Of begeleiding of wat hij ook nodig heeft. Ja. Ja. En ik zie hier ook een reactie binnenkomen van een... althans, ze schrijft, ik denk dat de moeder is. Ik heb 3 kinderen met ASS. Maar vraag me bij de derde af of het geen kopieergedrag is. Volgens psycholoog is dat wel zo. Omdat ze in ADOS-onderzoek voldoende kenmerken zien. Helemaal, als ik over Rosa hoor, ben ik dan heel benieuwd hoe dat zit. En of iemand een onterechte diagnose kan hebben door kopieergedrag. Dat gebeurt wel, ja. Dat een diagnose gesteld wordt op x moment. En pas in een later stadium, als je nog veel verder gaat kijken en wat specifieker gaat kijken, duidelijk wordt dat... dat het over kopieergedrag gaat. En dat is heel lastig hoor, als er in een gezin meerdere mensen autisme hebben. En vooral dan misschien ook de ouders. Maar hoe moet je daarmee omgaan als je dat vermoeden hebt? Dat het kopieergedrag is? En die diagnose is gesteld. Ja? Ik denk dat je dan voor een second opinion moet vragen. Of kan vragen. Om te kijken van, dat je denkt, het zou best wel eens kunnen dat mijn kind toch geen autisme heeft. Zouden jullie daarna kunnen kijken? En dan ga je wat specifieker en wat dieper kijken dan een eerste gesprek. En krijg je dat wel boven water? Soms kan het heel lastig zijn om het boven water te krijgen. Ja. Maar over het algemeen zien we dat vooral observatiediagnostiek, zoals wij dat noemen. Dus dat je een kind een tijdje op een afdeling, niet zozeer dat die 24 uur daar is, maar gewoon overdag. En zoals wij de deeltijdbehandeling hebben ook. Observeert in zijn gedragingen en de interacties die daar zijn. Dan kan je al heel veel zeggen. Ja. Nog even een andere opmerking. We hadden het net over ouders die emotie neutraal kunnen reageren. Althans, daar vertelde je net over. Hier wordt gezegd, dat is wel heel stellig dat een ouder met autisme emotie neutraal kan reageren. Dat lijkt me toch juist niet altijd het geval. Nee, dat is ook zeker waar. Het is niet altijd het geval. Want je kan natuurlijk op elkaars emoties reageren. Of op de explosie, zoals we net zeiden. Mm-hmm. De explosie van het kind en daar dus ook zelf door ontregeld raken. En dan reageer je niet meer emotioneutraal. Maar in aanvangsfase zien we vaak dat de neutraliteit wel heel goed werkt. Dus als je dat in het beginstadium opmerkt dat van invloed kan zijn op hoe jouw kind reageert. Of op spanningsopbouw bij je kind. En je kunt dat nog neutraal reageren en dat gedrag de-escaleren dan, mooi gezegd. Dan kan het helpen, maar als de spanning al bij beide kanten hoog oploopt, dan kan het ook niet anders. Dus maar kan het dan ook een tip zijn aan ouders die even geen autisme hebben en als ze te maken krijgen met de explosie van een kind, dat ze beter even neutraler kunnen reageren? Ik denk dat dat heel erg helpt. Ook bij kinderen zonder autisme kan dat heel goed helpen. De-escalerend, ja. 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 Ik ben door mijn opmerkingen heen die op de website stonden en ik kijk nog naar de chat, daar staan verder ook geen opmerkingen. Dus ik stel voor dat wij dit deel afsluiten en dat we naar deel 3 gaan. Ja, we zijn bij deel 3 aangekomen en we gaan conclusies trekken nu. Hè? Wat is uiteindelijk het advies geworden? Of wat is jullie conclusie geworden? Nou, onze conclusie was natuurlijk de aanleiding van de behandeling op de deeltijd van Rosa, de observaties die we daar hadden. Het systeemdiagnostisch onderzoek die we gedaan hadden. Waaruit ook weer naar voren kwam hoe de interactiepatroon in het gezin was. Dat we nog wat nader aanvullend onderzoek bij Rosa gedaan hebben. Omdat ik al zei, meisjes met autisme is echt lastig om goed te diagnosticeren. Dus je moet
echt goed opletten en goed observeren. En nou ja, daar ja, specifiek heel, echt heel goed naar kijken. Dus dat hebben we bij Rosa nog gedaan. Nou, ik kan jullie de uitkomst verklappen. Rosa bleek geen autisme te hebben, wel ADHD trouwens. En al in die gesprekken die we over Rosa gevoerd hadden, bleek dus dat Rosa een periode daarvoor, nou een jaar, anderhalf jaar geleden, de oma die een belangrijke rol in het gezin vervuld had, was overleden. En die is in die periode kwijtgeraakt. Toen kwamen die escalaties met de broer en toen ging het bij haar eigenlijk bergafwaarts. Hmm. En die oma, neem ik aan, was een belangrijke hechtingsfiguur. Ja, dat was een echt belangrijke figuur voor Rosa. Hmm. Ja. Echt heel belangrijk. En dat bleek ook in de gesprekken die we met Rosa gevoerd hebben. Met betrekking tot het gezinssysteem hebben we uiteindelijk ook de systeemtherapie in twee vormen voortgezet. In gesprekken met ouders. En daarnaast ook interactie in die PMT, in die gymzaal, met het hele gezin. Om de interactie tussen die kinderen ook te bevorderen, zeg maar. Of in een positieve zin een positieve draai aan te geven. Zodat ze wat meer begrip voor elkaar zouden gaan krijgen. En Rosa, meer begrip voor die broer, die uiteindelijk wel autisme bleek te hebben. Van hoe doe je dat met elkaar? En waar hou je rekening met elkaar? Nou, en dat heeft heel, heel mooi uitgewerkt. Een moeder die hoofdopvoeder was en die eigenlijk de zorg van de kinderen volledig droeg en voor wie het te veel werd, daarvan hebben we gezegd van, goh, is het niet wijs om voor jezelf ook behandeling te krijgen? Om te kijken van, goh, hoe ga ik met mijn eigen autisme om? Nou, dat was voor moeder heel prettig om dat aanbod te krijgen en die is bij ons bij het volwassen team terechtgekomen. En waarom hebben we nou gezegd, de hele behandeling maar bij één organisatie. Want we hadden ook kunnen zeggen, ja, dan gaat moeder maar naar de GGZ of waar dan ook heen. Juist vanwege dit complexe systeem. Om te zorgen dat die lijnen tussen die verschillende behandelaren en de verschillende de volwassenen en de kinderen, dat die heel mooi op elkaar afgestemd konden worden. Zodat je heel goed in kan tunen op dit gezin. En uiteindelijk is dat heel goed verlopen, tot we op een gegeven moment de behandeling van moeder dusdanig vergevorderd was en we Rosa natuurlijk niet in behandeling hoefden te nemen, hebben we uiteindelijk het gezin verder verwezen naar een tweede lijns GGZ. Oké. En wordt zo'n gezin daarna nog gevolgd? Horen jullie er nog wat van terug? Het zou heel fijn zijn om te horen hoe het met ze gaat. Daar ben ik altijd wel benieuwd naar, hè? Maar dat is niet haalbaar. Nee. Want dan komen andere mensen die aan de voordeur staan voor behandeling niet aan bod. En we hebben een eerste aanzet gedaan voor behandeling om dit gezin goed in kaart te krijgen en wat ze nodig hebben. We hebben dat ingezet en vervolgens deze doorverwezen naar een andere instelling. Het is wel zo dat op een gegeven moment broer blijkt wel autisme te hebben. Kijk, en als die straks op een gegeven moment in een fase zit dat die wel loopt, stagneert, hè, zeg maar. Als hij naar een beroepsopleiding moet of iets dergelijks en daarin vastloopt, dan is het mogelijk dat hij weer bij ons aangemeld wordt. En dat we dan ook weer kort kijken van, goh, wat heeft hij nodig? Wat heeft het gezin weer nodig om het weer op de rit te krijgen? En eventueel gaat hij dan weer terug naar de tweede lijn. Ik ben nog even nieuwsgierig naar vader. Ja. Is er ook nog ondersteuning aan vader geboden? Of heeft hij zijn rol anders ingevuld? Nou, dat is het mooie geweest van die systeemtherapie, is dat ouders door de problematiek van het gezin eigenlijk een beetje uit elkaar gegroeid waren, zeg maar. Waarin ze elkaars wensen wat uit het oog verloren waren. Door de hectiek en de chaos in het gezin. En die systeemtherapie heeft eigenlijk, zijn ze tot de conclusie gekomen van, goh, we hebben elkaar veel meer nodig. En waar willen we met elkaar zijn als we het hebben over de opvoeding van ons kind, maar ook als partners? En de therapie van moeder heeft daar ook weer aan bijgedragen. Dat uiteindelijk deze ouders een modus hebben gevonden hoe ze toch samen die opvoeding van die kinderen konden vormgeven. Ja. En daar was ik wel heel erg blij mee. Dat is toch geen mooi happy end? Ja, dat vond ik heel fijn. Want je ziet ook wel eens dat dat niet lukt en dat tijdens een behandeling ouders toch gaan scheiden. En die zien we ook regelmatig. Ja, nee, daarom. Het is absoluut niet altijd roze geur en maneschijn. Precies. In dit geval dan misschien in wel. In het geval van Rosa was dat heel fijn. Ja. Ja. Maar ja. Oké, nou ja.
Mooi verhaal. We zijn aan het eind gekomen van deze uitzending. Shalini, bedankt voor je bijdrage. Graag gedaan. Bedankt voor het kijken vanavond. En we wensen u hele fijne feestdagen. Ik zou bijna willen zeggen, vooral stressvrije feestdagen. Dat zou mooi zijn. Dat zou mooi zijn, hè? En tot volgend jaar.